Hoi. Voor mensen die niks te maken hebben met de wereld van zelfhulp en spiritualiteit en daar helemaal niet in geïnteresseerd zijn, is het misschien onmogelijk voor te stellen dat je er verslaafd aan kunt raken. En toch is dat voor heel veel zielen een echt probleem. Als je je niet lekker in je vel voelt, als je het idee hebt dat er iets ontbreekt aan jezelf of aan je leven, is het een enorme valkuil. Alle modaliteiten, alle scholen, alle leren, alle methodes. En het maakt niet zo heel veel uit waar je voor valt. Of het nou mindset coaching is, of law of attraction, of non-dualiteit, of boeddhisme, of mindfulness, of alle andere dingen die er zijn die beloven dat het perfecte, schitterende, glanzende, probleemloze leven om de hoek op je wacht. En dat het echt een probleem kan zijn, een soort oeverloos probleem met een hele hoop cycli die zichzelf iedere keer herhalen, waarbij je dus heel erg enthousiast wordt over iets, het een tijdje volgt, je best doet, je ervoor inzet en na een tijdje blijkt dat het eigenlijk niet zo heel veel verandert aan je fundamentele gevoel van welzijn. En dat weet ik omdat ik daar zelf heel lang mee heb geworsteld en het nog steeds de kop opsteekt. Ik zou kunnen zeggen dat ik al 10 jaar zoekende ben en af en aan, af en toe lijkt het of ik het gevonden heb en op een of andere manier stort alles altijd weer in elkaar en begint er weer een nieuwe ronde. Het lullige van zelfhulp en spiritualiteit om een soort gat te vullen is dat het niet werkt. Het enige wat het doet is dat je tijdelijk wat inspiratie geeft, wat hoop geeft. En zodra het mislukt, heb je de neiging om dan weer in je hoekje te gaan zitten en je wonden te likken en te denken, nou, dit kan ik dus ook al niet. Dat is het gemene eigenlijk van het hele systeem. Dat je altijd hetzelfde schuldige bent voor het gebrek aan succes. En de meeste mensen die iedere keer door die rondjes heen gaan en die dat enthousiasme een tijdje hebben, die zich inzetten volledig en dan toch weer uitkomen op een soort desillusie, die schamen zich voor het gebrek aan resultaat. En omdat ze zich ervoor schamen, zullen ze ook niet heel veel klagen over de guru of de school of datgene waar ze tijdelijk verliefd op zijn geweest. En dat gaat altijd maar door. Mensen die heel erg bezig zijn met zelfontwikkeling of zelfverbetering, of hoe je het ook wil noemen, zullen dit ongetwijfeld herkennen. En ik zei dus dat ik er denk ik 10 jaar mee bezig ben geweest. En ik heb echt de meest rare dingen gedaan, van het bezoeken van mediums die mij konden helpen met bloks oplossen en oude banden met vorige levens doorknippen, tot super hard werken en de hele dag tegen jezelf zeggen dat je fantastisch bent. Waarom werkt het niet? Omdat wij als mens en over het algemeen een fundamenteel gebrek van onbehagen en rusteloosheid in ons hebben. Een gebrek aan veiligheid. En wat je er ook overheen plakt en wat je er ook opsmeert, dat fundamentele idee van iets missen, van niet genoeg zijn, gaat er nooit mee weg. Want dat is zo ontzettend diep. Het is zo essentieel en universeel voor hoe we de wereld ervaren. En het is misschien uitermate ironisch dat ik als schrijver van zelfhulpboeken en blogs, meer dan 1000, over dit onderwerp, over hoe je leven mooier en fantastischer kan zijn, min of meer tot de conclusie ben gekomen dat het de verkeerde weg is. En het is mijn overtuiging dat wat je ook doet tijdelijk is, bijna altijd mislukt. En je overlaat met een nieuwe kater die op een soort grote stapel met andere katers komt te liggen. En het steeds ingewikkelder maakt, want dit is ook weer niet gelukt. En ligt het dan aan mij? En waarom kan ik het niet als andere mensen het wel kunnen? En dat is het hele verneukeratieve.
je weet helemaal niet of andere mensen het kunnen. Ik bedoel, als ik iets verkoop, dan zal ik altijd de indruk wekken dat het het allermeest fantastische, meest verlichtende product ter wereld is. Uiteraard. Want het is mijn brood. En natuurlijk zal ik altijd mensen kunnen vinden die op een of andere manier met mij in contact zijn geweest. En daar voordeel bij hebben gehad, om wat voor reden dan ook. Want dat kan op 1000 manieren gebeuren. En die mensen zal ik aanstippen. En de honderden mensen die daar niks aan hebben gehad, die hoor je niet. Want die zitten in een hoekje. En ik heb er een beetje genoeg van, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het... Ik vind het onecht. Ik vind het loos. Ik vind het eigenlijk zelfs gemeen om daaraan mee te blijven doen. Ik kan het ook gewoon niet meer. Ik ben er klaar mee. Het heeft ontzettend lang geduurd totdat ik eindelijk die conclusie durfde te trekken. En daar eerlijk over kan zijn. Maar dat moment is wel aangebroken. En een van de dingen die bij mij is gebeurd is dat ik... door dat zoeken en door die continue pogingen om alles te veranderen, heel ver ben weggedreven van wat ik eigenlijk belangrijk vind. Hoe meer je in de val van de zelfhulp komt, hoe meer je steeds weer nieuwe boeken koopt die je dan tijdelijk wat opluchting verschaffen. Hoe meer je nieuwe trucjes probeert, handelingen, activiteiten uitvoert die je na een tijdje weer vergeet, omdat het leven gewoon doorgaat en doordendert en dwars door alles heen knalt. Hoe meer gedesillusioneerd je raakt over jezelf en over je leven en over de wereld. En het is echt een verslaving, want als je een tijdje hebt gezeten met je laatste rondje falen, dan ben je toch nog steeds gevoelig voor iets anders. En dan is het heel makkelijk om te denken van, weet je wat, dit andere ding is het dan misschien wel. Laat ik dat dan maar proberen en dan begint het opnieuw. Ben je weer enthousiast? Heb je weer het idee dat je het eindelijk gevonden hebt? Ga je het misschien zelfs tegen iedereen vertellen hoe geweldig het is, omdat je dat graag wil? Omdat je graag wil geloven dat het ook echt werkt dit keer? Ga je nog meer je best doen? En zolang dat fundamentele gevoel van niet goed genoeg zijn, van je niet veilig voelen in de wereld, in je leven, zolang dat aanwezig blijft. En dat is het allerdiepste, het meest essentiële wat we hebben. Het is wat ons stuurt in alles wat we doen. Zolang dat niet wordt aangepakt, zolang je die diepte niet ingaat, zolang je eigenlijk blijft vermijden, zal je keer op keer in dezelfde val trappen. En ik wil niet meer meedoen aan dat spel. Zelf niet meer. Ik wil zelf niet meer. Ik heb een boekenkast met 3000 boeken, denk ik, die allemaal niets meer zijn dan een belofte, dan een idee van iemand die dat enthousiast vertelt. En ik denk dat ik makkelijk 100 verschillende dingen heb geprobeerd. Want heel veel dingen lijken op elkaar. En geen één van die dingen heeft mij blijvende rust verschaft, blijvend geluk verschaft. Waarom? Dat kan ook helemaal niet. Het is helemaal niet mogelijk. Als mens kun je niet de hele tijd gelukkig zijn. We zitten veel te ingewikkeld in elkaar. We hebben veel te veel overtuigingen en ideeën over onszelf die we vaak niet eens weten. Dingen die ontstaan zijn toen we heel jong en heel naïef waren, klein waren en de wereld aan het ontdekken waren en we afhankelijk waren van de mensen om ons heen. Afhankelijk van hun betrokkenheid en hun liefde. En dat is de fase, die eerste paar jaar van ons leven, de eerste 10 jaar waarschijnlijk van ons leven. Dat we allerlei dingen geloven over onszelf die we vanuit een hele naïeve toestand besluiten. Die het fundament vormen van wie we denken te zijn. En als je dat fundament niet aanpakt, niet doorgrond, niet opzoekt, niet onderzoekt, dan zal de psyche, datgene wat voor je moet zorgen op het fundamentele, meest fundamentele niveau, zal alles steeds saboteren. Het zal je niet toestaan om je leven drastisch om te gooien, want dat is ten diepste onveilig voor het besturingssysteem dat voor ons moet zorgen. En het lullig is dat de wereld
pool staat van de beloftes. En de gouden bergen. En als ze daarvoor vallen, wat voor sommige mensen min of meer onvermijdelijk lijkt, dan is dat tijdelijk. Altijd, dat weet ik. Want ik heb met zoveel mensen gesproken die doodmoe zijn. Doodmoe van het zoeken. Doodmoe van de weer de laatste ronde die ze gedaan hebben. Die weer tegenviel. Waar het verdriet toch weer naar boven kwam. Waar de wanhoop toch weer naar boven kwam. Waar de onzekerheid toch weer naar boven kwam. Want dat blijft gebeuren. Als je niet heel bewust die pijn opzoekt. Die onveiligheid opzoekt. En je grenzen beetje bij beetje bij beetje oprekt. En op dit moment is het mijn volle overtuiging dat ik niet wil toevoegen aan wat er al is op dat gebied. Ik heb die boeken geschreven. En voor veel mensen is het nog steeds een troost. En dat wil ik verder ook niet lullig over doen. Maar ik wil zelf niet meer zo coachen. Ik wil niet meer meedoen aan dat rare circus. Want het is niet eerlijk. Het is niet oprecht. Het is vals. En de mensen die de dingen verkopen weten dat ergens ook wel. Maar het interesseert ze natuurlijk geen zak. Dat is het hele ding. En ik wil niet eens zeggen dat die mensen slecht zijn. Maar ja, het is wel je boterham. En het is een hele industrie. Ik weet niet hoeveel triljoenen dollars of euro's er ieder jaar geïnvesteerd worden in zelfhulp en in spiritualiteit. En het is logisch dat in stand wordt gehouden. Ik ben nu zelf zoekende naar, heel ironisch, naar een manier om niet meer te zoeken. En een van de dingen die ik heb gedaan en die gewoon wel helpt is even wegblijven daar vandaan. Dat betekent dat mijn YouTube-kanaal, startpagina van YouTube staat vol met de aanbevelingen op het gebied van zelfverbetering en mooier leven en succesvoller leven. Dus ik moet YouTube hertrainen om andere dingen aan te gaan bieden. De bubbel waarin ik leef op Facebook en LinkedIn is exact hetzelfde. Het zijn bijna allemaal coaches. Het zijn bijna allemaal mensen die min of meer hetzelfde doen als ik. Dus ik kan er bijna niet aan ontkomen. En de enige manier om dat te doen is om er letterlijk aan te ontkomen. Om het een tijdje af te zweren. Dus ik lees nu ook bewust geen zelfhulpboeken, geen blogs meer. Ik kijk geen video's meer die mij beloven dat ik maar één ding hoef te doen om alles voorgoed te veranderen. Het is een afkikken. Een afkikproces waar ik nu in zit. En ik denk dat dat de enige manier is om uit die waanzin te komen. Uit die haast, uit die spanning en uit die druk te komen. Een beetje te landen en te kijken, oké, wat ga ik nou eigenlijk uit de weg? Waarom zoek ik dat? Waarom is het nu niet genoeg? Wat voel ik als ik gewoon zit? Wat gaat er door me heen? Wat probeer ik te vermijden door al die pogingen die ik heb gewaagd om verlicht te raken? En het is geen populaire boodschap. Want het is veel aantrekkelijker om te zeggen, als je deze 5 dingen doet, dan verandert alles. En zelfs als je weet dat dat helemaal niet zo is. Er is een hele markt voor die steeds groter lijkt te worden in een wereld waarin heel veel mensen bang zijn en onrustig zijn. En niet meer weten wat ze moeten doen. En niet meer 5 seconden kunnen zitten zonder bezig te zijn. Dus het zal op een of andere manier altijd door blijven denderen. En spiritualiteit en zelfhulp is wat dat betreft heel erg te vergelijken met elke andere vorm van consumentisme. Je hebt een beetje en je moet altijd meer. Je moet het in stand houden. Er moet altijd een extra stap gezet worden om een bepaald gevoel te bereiken. En uiteindelijk mislukt het toch iedere keer weer. En misschien herken je dit. Misschien zit je zelf op dit pad. Misschien ben je zelf ook moe en uitgeput en gedesillusioneerd en in de war en verward. Want het is ongeveer hetzelfde trouwens.
En weet je het gewoon niet meer. En hebben al die pogingen om jezelf te veranderen en jezelf naar, aan je haren naar de top te sleuren, juist op de plek gebracht waarin je nog nooit zoveel aan jezelf hebt getwijfeld. Want het is ongetwijfeld jouw schuld. Jij kunt het niet, andere mensen lijken het wel te kunnen. Als je dat herkent, heb je er genoeg van. Is er maar één mogelijkheid en dat is dat je ermee stopt. En dat je even kijkt wat er gebeurt als je ermee stopt. En dat je voelt wat er gebeurt als je ermee stopt. Dat je de onrust voelt die er de hele dag door je heen giert. Dat je de angsten gaat herkennen die er in je zitten. De ongelooflijke onveiligheid die je ervaart. En het enige wat helpt, het enige wat uiteindelijk vrijheid kan bieden, zoals ik het nu zie, eerlijk is eerlijk, is eerlijk zijn ten opzichte van jezelf. En dat wat je uit de weg wil gaan, niet langer meer uit de weg gaan. Anders blijft het tot in den treuren hetzelfde proces. Dezelfde hoop, euforie, afnemende hoop, afnemende interesse, teleurstelling, schaamte, in een hoekje zitten, een tijdje wachten en dan weer boem, 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 begint het proces weer opnieuw. Ik heb de keus gemaakt om me daarvan terug te trekken. Het voelt niet authentiek, het voelt niet oprecht om daar nog iets aan toe te voegen, om heel veel op die stapel te blijven gooien. Voor mij nu op dit moment. Want het druist in tegen mijn ervaring en tegen wat ik zou willen bieden aan mensen. En dat is iets heel anders. Het is eigenlijk een beweging de andere kant op, niet richting iedere dag iets doen waarbij je even gelukkig voelt. Iedere dag tegen jezelf zeggen hoe fantastisch alles is, ook al voel je dat helemaal niet. Het is juist een veel reëler reflectie op wat er in jou speelt, wat je niet wil zien. En als je zelf in deze positie zit, je herkent dit, en je hebt er genoeg van, je wil niet meer meedoen aan het spelletje, dan wil ik je graag helpen. Dan wil ik je graag helpen daar te kijken waar je niet hebt durven kijken. En dan wil ik je graag helpen dat te voelen wat je niet hebt durven voelen. Want dat is denk ik altijd mijn diepste kracht geweest voordat ik allerlei andere paden insloeg. En ik ga weer terug naar die eenvoud van eerlijk in kaart brengen wat er nou werkelijk zo lastig is in jou. Wat er nou werkelijk zo angstaanjagend is in jou. Wat er nou zo werkelijk zo ondermijnend is in hoe je naar jezelf kijkt. Als je ongemakkelijk kunt zijn, dan kun je alles aan. En als je zelf hulp opzoekt, dan moet je steeds blijven werken. Dan moet je steeds blijven smeren en steeds blijven duwen en steeds blijven poetsen. En weer een trucje doen en weer een meditatietje doen en weer een ander dingetje doen. En dat houdt letterlijk niet op als je fundament labiel is. Dus misschien spreekt dit je aan. Misschien heb je er genoeg van. En misschien ben je eraan toe om eindelijk eens een keer te gaan kijken naar wat er werkelijk in jou rommelt. Wat er werkelijk zogenaamd mis met je is. En dat is wat ik nu doe. Dat is wat ik al een tijdje aan het doen ben. En dat is wat ik aanbied aan zelfhulpjunkies die willen afkicken. Dus laat me weten of je hier aan toe bent. Dan kunnen we daarna gaan kijken en kunnen we echt eens een keertje orde op zaken gaan stellen. Dank voor je aandacht. Mooie dag.